strijdersrecht, waarbij wij liberalen natuurlijk echt graag pacifisten zijn. En de vraag is van, had die generaal het strijden moeten trekken met die gigantische vluchtvaartbond? U axeert heel dikwijls en heel veel op de rol van de ECB, vooral het faal van de ECB. Mijn vraag is, en die gaat ook duidelijk illustreren dat ik geen economische achtergrond heb, maar de politiek kan eigenlijk alles sturen. Politiek zit in wezen altijd in de cockpit. Ik vind het vandaag te veel, maar dat is niet alleen in dit verhaal, in deze problematiek, maar in alle aspecten van de samenleving dat de politiek een stuk uit handen geeft. Mijn vraag is er op geen enkel ogenblik de mogelijkheid dat de politiek zegt op een ogenblik dat tegen de euro gespeculeerd wordt, dat men zegt, oh, we zetten het even on hold, we gaan het samen en we gaan bijvoorbeeld de ECB geld laten lenen aan landen tegen een vaste interestvloed. Ik weet niet of dat mogelijk is, want we zien vandaag dat de financiële markten altijd, dat zal nog heel lang duren, Philippe zegt het ook, een druk op de knop, split second, we zien vandaag dat de markten altijd sneller zullen zijn dan de politieke besluitvorming. We stellen ook vast vandaag dat eigenlijk die onderbouw waarbij dat we met de landen van de eurozone, de 17 landen, een Griekenland hebben waar nog geen kadaster bestaat, waar miljarden bijvoorbeeld uitgegeven zijn aan mensen die al lang overleden zijn, kunt u dat vandaag in Vlaanderen niet voorstellen, dat landen zijn die met ons in de eurozone zitten. Dus ik denk dat vandaag een vaststelling is. Teruggaan naar af is geen optie, dus de euro zal blijven bestaan, maar ik denk dat daar die intentie moet leveren om te zeggen van we gaan tegelijkertijd dat huishouden niet eindelijk op orde zetten, maar is ondertussen dan niet de mogelijkheid om te zeggen we gaan geld lenen tegen een bepaalde vaste afgesproken interestvloed gedurende een bepaalde periode, zodat die schuld niet verder kan stijgen. Ja, dat is inderdaad een belangrijke vraag, maar het probleem institutioneel is dat de Europese Centrale Bank volledig autonoom, politiek onafhankelijk is. Hè? Dat is ingeschreven in het verdrag dat geleid heeft tot de oprichting van de eurozone en de ECB. Dus en de ECB aanvaardt gewoon geen instructies of gelijk wat van overheden en politici. Dus het kan dus niet komen van overheden die zeggen aan de ECB, jij moet dat doen, want als ze dat proberen te doen, gaat de reflex waarschijnlijk zijn van de ECB. Wat dan? Maar we stormen hier de basis, wij doen het zeker niet. Ze hebben statutair, maar constitutioneel, hè, dat kan een verdrag. Ze hebben dus de politiek onafhankelijk staat trouwens in het verdrag dat de ECB geen instructies mag ontvangen van nationale overheden of andere overheden, zelfs de Europese Commissie of gelijk wie. Hè. Dus ze mag geen instructies ontvangen. En dus die gaan ze. Die gaat zich daar niet aan schikken als het moet komen uit de politiek. Dus die moet het zelf doen. Die moet het zelf tot dat inzicht komen. En sorry, dat is niet duidelijk dat ze dat vandaag doen. Oké, heel deze week natuurlijk geschoeid op de Duitse leest om ook de Duitsers weer gerust te stellen dat de euro een sterke munt zou zijn. Anderzijds denk ik ook dat inderdaad de focus nu van de ECB is het bestrijden van de inflatie. Maar daar hebben we vandaag denk ik geen last van. Dus in principe zouden zij op dit moment toch tot de vaste munt dat er andere mogelijkheden moeten zijn. Ik denk trouwens ook dat Duitsland zich in dit verhaal dikwijls ook vergist. Ze doen zich nu voor als het sterkste land. Ze dragen economisch goed, maar ze hebben de laatste jaren ook eigenlijk het meest geprofiteerd van die euro, hè, door meer te kunnen exporteren. Ze zouden denk ik ook, moesten ze niet in de eurozone zitten, vandaar we problemen hebben met de munt mee export. Dus daar zit ook een verhaal dat ook zelfs de sterkste landen ook een aantal voordeel halen bij een ingemaakte eurozone. Oké, Els.